En de kans dat de naam Paul Bruna een lampje doet branden is redelijk groot, denk ik. Nee, het is niet Dick Bruna van Nijntje, maar wel de Vlaamse zanger die al 40 jaar de Vlaamse podia plat speelt. Gisteren werd zijn nieuwe cd voorgesteld in zijn geboortedorp Langemark. En Sophie Patien die ging hem na een korte nacht opzoeken thuis in Middelkerke. Ik was 11 jaar, het was mijn eerste podiumervaring en inderdaad, iedere kermis waar er iets te doen was, was er ook een zangwedstrijd. En dat was dikwijls een keer tamelijk primitief, want ik herinner me nog dat ik ooit eens in Voormezele deelnam aan een zangwedstrijd. Dat moet ongeveer in 1970 of 71 geweest zijn. En het podium, dat was een bak van bier, een lege bak. En er was zelfs geen begeleiding, gewoon een micro die daar stond. En ik heb daartoe gewonnen en mijn eerste prijs, dat was een koekenbrood en een pijp. Ik lig gebroken. Ik heb zangwedstrijden gezongen tot in 1973 en dan heb ik de kans gekregen om deel te nemen aan de G73. Dat was zo'n beetje de X-factor of zo is er maar één van u. Dat was ook met mensen zoals Jacques Lafont die daartussen zaten, Danny Fabri zat daartussen, Eddie Romy, Anne Michel. En dan ben ik ook beginnen optreden met orkest. Mijn eerste orkest was trouwens het orkest van Albert Hennebel. En zo is het verder beginnen lopen, ook een eerste plaat opgenomen en zo is het verder beginnen lopen tot nu. En we zijn nog altijd bezig, 40 jaar later. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is... Je was enorm populair, want je had zelfs een eigen fanclub, hè? Maar ja, toen was het in die periode natuurlijk ook niet zoals het nu is. Nu iedereen kan een plaat opnemen of een cd opnemen, maar in die tijd, ik woonde dus in Langemark en dat was een heel evenement. Iemand uit de gemeente of iemand zelfs uit de grote regio die een plaat opnam. En inderdaad, we pakten ook ieder jaar uit met een fanbal en we hadden op een fanclub op een bepaald moment waren er 3000 leden bij. Dus ik verscheen ook regelmatig in die tienerplaten, zoals Joepie en Gitorama en zo. Ik kreeg nogal tamelijk veel fanmail thuis. En als jonge gast van een jaar of 16, 17 was dat wel heel leuk. Ja, vooral ook waarschijnlijk succes bij de vrouwen, bij de meisjes? Dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat was ook goed meegenomen. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. Ik heb een plaat of 4, 5 gehad waarmee ik in de top 10 stond. Onder andere kan men houden van 2 meisjes tegelijk. Rock, rock, rock. Sarah komt terug bij mij. Mr. Jolly Jack McCauley. En dan is er nog een nummer dat heel goed gekend is in de regio, maar eigenlijk nooit de top 10 gehaald heeft, omdat het eigenlijk een speciaal genre is. Dat was een nummertje dat ik geschreven heb over Santa Maria van Oudhulst. En dat is een nummer die echt, als wij gaan optreden, die nog heel veel gevraagd wordt voor zieke mensen, voor oudere mensen. En dan heb ik een periode meer kleinkunst gezongen en uit die periode dateert de Schone Westhoek. Dat was een nummertje dat ik in het West-Vlaams dialect heb opgenomen. Dat is ook trouwens het liedje dat uitgekozen werd door Michel Follet om op die cd te plaatsen, typisch West-Vlaams. Deze wereld, word hij ook mag zien, is nou weer zo schoon, leek dat is bij mij. Hoe komt het dat die Vlaamse muziek het weer goed doet? Goh, ik denk dat het eigenlijk ook waarschijnlijk wel een tijdelijk verschijnsel zal zijn. Ik denk dat als je zo terugkijkt in de tijd, en op mijn leeftijd kun je dat al een keer, als je zo terugkijkt in de tijd, dan zijn er altijd periodes dat het Vlaamse lied populair is. En ja, ik weet niet, ik denk dat het te maken heeft met business, dat het misschien daarna opnieuw het Engelse lied zal zijn. En wij zaten vooral in een circuit waar we optraden voor senioren, dat doen we nog altijd. Maar de laatste tijd worden we ook tamelijk veel gevraagd voor optredens waar er jonge mensen zijn. Het repertoire dat we brengen is ook redelijk verjongd, zodanig dat eigenlijk ook heel goed meevalt. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Wie Paul Bruna wil zien optreden kan zondag terecht in de sporthal Den Tap in Langemark Poelkapelle en de show start om 7 uur.